Veurland. Dit is een bijzondere plek midden in de rivier de Waal, het stadseiland Veurland. Dit eiland is ontstaan door de aanleg van de Spiegelwaal, om overtollig water in de Waal te helpen opvangen. Het langgerekte stukje land, dat ingesloten en wel overbleef tussen Waal en Spiegelwaal, werd Veurland. De woningen die aanvankelijk in de uiterwaarden stonden, werden op dit eiland gezet. Maar er zijn ook nieuwe woningen en andere voorzieningen als eetgelegenheden en cafés op dit eiland. Maar behalve wonen kun je er ook heerlijk genieten. Grote delen van het eiland zijn namelijk bestemd om te recreëren. Een ideale plek voor de bewoners om te wandelen, fietsen of om de hond uit te laten. En in de zomer kun je hier heerlijk in de zon langs de waterkant vertoeven. Maar niet alleen lokaal is de belangstelling groot voor Veurland. Ook internationaal is het eiland bekend. Geroemd voor de bijzondere combinatie tussen hoogwaterveiligheid en stadsuitbreiding, werd Veurland in 2011 bekroond met de Waterfront Center Award. Een internationale prijs die al eerder gewonnen werd door metropolen als New York en Sydney, werd gewoon binnengesleept door ons eigen Nijmegen. Wauw, en dan te bedenken dat het eiland toen alleen nog maar op papier bestond. Nu het eiland er is, met de Spiegelwaal die overtollig water uit de Waal helpt doorstromen, is de stad uitgebreid en bovendien veel beter beschermd tegen het water. En zo gaat Nijmegen, met Veurland als nieuw centraal punt, een levendige toekomst tegemoet. Om dit te vieren, vuren we een saluutschot. Hey, hey.